Als je werk vindt, en dan kom ik pas op punten waar ik nog moeite mee heb. Maar we gaan spreken wat je wel kent. En we zijn hier gekomen om de Heer groot te maken, om de Heer erin te eren en te vereren. Met de lofprijzing, met de gebeden, met onze gaven, met alles. En daar ben ik zo dankbaar dat ik nog de kans krijg om het allemaal te mogen te kunnen doen. Nee, ik krijg er geen water onder staat. Maar ik moet denken aan een jaar terug, dus een jaar geleden dat ik bij u geweest ben. En toen ben ik in de lichamelijke problemen terechtgekomen, broeders en zusters. Dat mijn krachten mij verlieten met zenuwaantasting in mijn kokerbalk van mijn rug bij mijn derde rugwervel. En dan ben ik 25 april ben ik ervan geopereerd. En ik wist dat was heel, toch ja, risicovol. Eén klein foutje en je loopt nooit meer. Dus het is het gebed naar de Heer, hier ben ik. Je kan niks meer, je wordt langs de operatietafel gereden, langs de plank. Nou ja, en hoe sta ik tegenover? Maar ik heb mij letterlijk overgegeven aan de Heer. Zeg, Heer, mijn lichaam is van u, alles is wat u me toevertrouwd hebt, het is allemaal van u. Maar ik zou wel graag weer kunnen gaan lopen, dat ik de pijn er kwijt ben in mijn rug. En de Heer is me genadig geweest, had de ingreep gezegend, ik ben beschermd gebleven. En ik weet nog goed, de chirurg, die kwam smiddags, ik ben s'morgens van vroeg geopereerd. Hij kwam smiddags bij me, hij vroeg me één ding, kunt u uw voeten bewegen? Dus ik moest mijn voeten bewegen. Oh, is die operatie geslaagd? Ik heb de man nooit meer gezien. Maar toen kwam het. Ik dacht, oh, dat is een kat en bakkie heen. Binnen een paar dagen dan loop je weer te springen en alles. Nee, toen kwam ik erachter dat ik nu ook meer bewogenheid gekregen voor mensen die langdurig ook mijn ziekte aangetobben en moeite en verdriet erin hebben. Ben ik erbij, want ik ben begonnen, broeders, zusters, zou ik niet zeggen. Ik heb nooit van mijn leven een rollatortje in mijn handen gehad, maar ik heb het ding leren sturen. Maar ja, goed, je moet wel, want als je op je neus valt, dan moet je vooruit kijken. Dus ik heb een paar maanden zijn ding gehad, oh ja, maar dat is ook toch niet de weg om dan mee aan de gang te blijven. Dus ik heb me aan de kant gezet en teruggegeven aan de kennis van me. En toen ben ik op de wandelstok overgegaan. Ja, na een paar weken dacht ik, dat is ook toch ook het leven niet, je moet er vrij kunnen lopen. Dus hup, dat ding ook weer in de hoek natuurlijk. Nou, en nou kon ik lekker vrij nu toe lopen. En ik ben een jaar geleden ben ik op de trappen van het hotel ben ik gestruikeld. Hier net buiten Zwolle, waar ik vannacht hoop te overnachten. Omdat ik niet meer kon, mijn krachten, die lieten me in de steek in mijn benen. Dus ik struikelde letterlijk. Het was niet leuk. Maar nu voel ik mij zo heerlijk en zo dankbaar, broeders en zusters. Weet je waarom? Toen was ik voor de operatie van 25 april. En nu mag ik voor u staan na de operatie van 25 april. En dat is toch een heel ander gevoel, dat wil ik je wel vertellen. Hoor. Dat voelt toch wel heel prettig aan. Dus ik kwam bij de receptie vanmiddag en ik maakte mij even bekend, ik toch nooit te laat om even een praatje te maken met de receptionisten van het hotel. Ik zei, ja, verleden jaar, weet ik nog, toen liep ik de verkeerde kamer, had ik opgegeven. Die bleek bezet te zijn, weet ik nog. Ja, zeg ze, ik herken u, want daar was ik bij. Ik ben nu op uw kamer geweest dat u een kamer een nummer op huis was. Ik zeg, hier ben ik weer. Ik zeg, wie het? Maar dankbaar in de Heer. Geweldig, zei ze, dus ik heb al staan lachen met die receptionisten. Met binnenkomen, dat is, een lachend binnenkomen is toch geweldig. Zoals je hier elkaar ook mag bemoedigen, ook in de Heer verbonden. Ook in de blijdschap van de Heer. Want wat zegt Gods woord ook zo duidelijk? De blijdschap des Heren, dat is onze kracht. En dan zeg ik, één geintje vertellen, broeders en zusters, dan schijt eruit. Dan ga ik mij richten op Gods woord, want dat is het belangrijkste. Maar ik maak van alles mee, mijn leven is met mijn 75 jaar nog verder van saai. Het is nog behoorlijk boeiend, van alles waar je doorheen gaat en meemaakt. Ik doe tegenwoordig fietsen. Iedere dag probeer ik een ronde te fietsen van een dikke 20 kilometer op een oud fietsie, wat makkelijk op kan stappen. Uiteraard geen elektrische trapondersteuning, dat is voor oude mensen. Maar gewoon een fietsje waar hij echt moet trappen. Als je de wind tegen hebt, dan moet je voorover op stuur en moet er tegenaan. Maar dat is goed voor je hart
is goed voor je longen, voor je benen, voor je voeten. Dat is gewoon overal goed voor. En voor je spijsvertering. Dus het heeft allemaal pluspunten. Maar nou is het moeilijker. Dat ontvang je niet met lekker in de stoel thuis in de verwarmde kamer te blijven zitten. Nee, dan moet je een daad stellen. En zo is het ook met naar Gods woord te komen luisteren. U moet ook allemaal een daad stellen. Zeg. En vanavond zal ik in de gemeente zijn om me te laten voeden door Gods woord. En zo moet ik ook iedere keer zeggen, Arie, rij, want het is goed voor je. En ik voel gewoon dat ik sterker en krachtiger daardoor geworden ben. Daarom ben ik ermee helemaal niet meer te stuiten, broeders en zusters. Want de geest wil gaande vuriger. Ik ben er, ik vind het zo eigenlijk nog humor, zeg Heer. Door de problemen die ik in mijn lichaam gekregen heb, word je veel sterker. Weet je waarom? Je voelt je eigen nederigheid, je eigen kleinheid. Maar dan ga je beseffen hoe groot onze hemelse Vader is. En daarom ook die engelen zo nodig hebben als bescherming om ons heen. Toen ik ook naar u toe kwam rijden, tussen Gorinchem en Utrecht op de snelweg, ineens een file. En dan hadden een hoop oude politieauto's voorbij rijden, ziekenauto's voorbij rijden. Dus er was een ongeluk gebeurd in de verte voor mij. Uiteindelijk, met één baan kwam ik er voorbij. Maar schrok ervan, er was een grote opleggercombinatie. Die was letterlijk dwars door de midden vangrail geschoten. Helemaal totaal los. En die zijn dwars in de middenberm geparkeerd, tussen weerskanten. Konden de auto's te moeilijk heen, zowel die kant als terug. Ik dacht, heren, wat een verschrikking. Deze man heeft ook waarschijnlijk een half uurtje geleden nog niets vermoedend gewoon gereden op weg naar een doel. En hij is gestrand. En zo is het ook in ons leven. Wij gaan altijd beginnen met een doel. We zijn met een doel hier naartoe gereden. Ik ook naar u toe. Vanuit Nieuwe Tongen, vanuit de polder ben ik hier naartoe komen rijden. Met een dankbaar hart dat het allemaal weer kan en allemaal mag. En zo ben ik hier gekomen. Maar we hebben zo die goddelijke bescherming nodig. En weet je wat zo geweldig is voor Gods kinderen? Want toen de Heer Jezus opvoert in hemel, broeders en zusters, toen zegt hij, ik zal u de trooster zenden. Maar niet alleen de trooster, ook de engelen. En engelen, die staan om ons heen, om ons ook te beschermen, om ons ook te dienen, ons bij te staan. En nu wil ik het woord gaan openen met u. Ik heb genoeg gepraat over mezelf. Oh ja, ik zal nog even vertellen van de fietsje nog. Dat was ook nog even humor. Dat was ook goed voor mijn persoonlijk weer om nederig te worden. Ik was weer aan het rijden en het was een paar maanden geleden heerlijk weer. Het zonnetje scheen, ik dacht ik ga lekker een consumptie pakken. Ik dacht, ik kan een lollige bar. Ik dacht, ik ga even een restaurantje duik ik in een consumptie. Ik ben verder gereden, of wou ik verder rijden, wil hem van slot doen. Het was een oud fietsje natuurlijk, breekt slot die af. Nou, dan staat die op slot heen. Nou, dan kan je niet rijden, zoals je weet natuurlijk. Ja, ik heb mijn broer of mijn zoon opgebeld. Wim, kom even jongetje, vader in het probleem. Hup. Fietsen doodgeschoven, ik dacht even naar de werkbank. Het sluiptonnetje door het slot heen, maar geeft toch niks. Maar ja, hij deed een beetje erg hardgrondig, broeders en zusters. En nam gelijk de bank maar mee, dat is toch plat. Ik dacht, ja, nou fiets ik voorlopig niet meer. Toen, ik dorst niet op een herenfiets staan, op een oude herenfiets staan, heb ik met de moeder wanhoop mij eroverheen geslingerd met mijn been. Ik dacht, ik zal toch fietsen. En toen maar op een herenfiets. En toen kwam ik erachter, broeder en zuster, u hebt allemaal wel eens problemen. En hij zegt, oh, nou zit alles tegen mij, ik heb zo'n problemen. En we denken, uiteindelijk zal, met Gods woord zegt, alles zal medewerken ten goede voor degenen die de Heeren toebehoren. Op mijn 8 vers 28 zat zo duidelijk in. En toen had ik weer de humor. Ik dacht, door ik nou gestrand ben, negatief, sleutel kapot, Wim moest me even opkomen halen. Ben ik op een herenfiets gaan rijden wat ik nog niet eerder gedurfd heb. Ik dacht, fantastisch. Ik dacht, hé, dat is een mooi verhaal die, om in mijn gemeente even te vertellen op de zondagmorgen even. Ja. Dus ik vertelde dol enthousiast, vol vuur, broeders en zusters. En dan schaak ik eruit, maar dan moet ik geen Bijbel meer. Maar ik vertelde vol vuur zo. En we denken, ik was met mijn geest zo in het getuigen en nog helemaal in de woord om het allemaal uit te leggen aan broeders en zusters. Dat het van negatief altijd positief mocht gezien. En ik loop weg, gelijk naar mijn stoel toe. En ik vergeet mijn benen hoog nog op te lichten. En ik struikelde op de vloerbedekking. Ik ging letterlijk om mijn neus. Nou, dat is goed voor je hoogmoed. Dan ben je gelijk weer nederig. Je legt lang uit mijn stek. Tussen mijn broeders en zusters lag ik lang uit met mijn neus op de grond, broeders en zusters.
Maar de Heer was me weer genadig. Ik krabbelde zelf overheen, toen ging me zitten. Ik had nooit nergens glas van gehad. Dus allemaal botten schijnen nog goed te wezen. Toen ben ik dankbaar voor. Ja. Maar een ander die zei, Harry, schaam jij zeker wel. Ik zei wel, nee, waarom moet jij je schamen? Dat is goed voor om nederig te blijven. Dan zie je dat je daar moet denken om je voet op te lichten. En nou, moet ik denken dat ik mijn voet oplicht? Dat doe ik ook natuurlijk, want ik wil niet nog een keer bij u om mijn snuffert gaan. Dat ligt niet. Maar dat is allemaal feit in het leven. Hoe oud of hoe jong je bent, broeders en zusters, je leert iedere keer opnieuw. Het leven is gewoon een leerschool op weg naar de Heer toe, waar we ook van gezongen hebben, die prachtige liederen, die Maranatha-liederen van Jezus, kom spoedig geven, opgaan naar boven. En daar zijn we ook hier voor bij elkaar. Om ook Gods woord te gaan openen, dat ga ik nu het eerst doen, broeders en zusters. Anders blijf ik erover spreken. Want dan vind ik het leven zo boeiend, wat we allemaal ook meemaken. Maar dat geldt voor u persoonlijk. Ook andere terreinen waarschijnlijk, dat u het ook allemaal meemaakt. Maar weet één ding, God is overal bij betrokken. Want wij weten dat we afhankelijk zijn van Hem. En als je dat goed beseft, hoe afhankelijk dat wij zijn, als kinderen om echt om de Heer ook groot in te maken. En daarom ga ik voorlezen bij u in de eerste Petrusbrief, 1 Petrus hoofdstuk 5. En dan nog een toegift, nog een paar versen van het laatste Bijbelboek van Openbaringen. Maar ik ga beginnen met 1 Petrus hoofdstuk 5. De oudste onder u vermaan ik dan als mede-oudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot bent van de heerlijkheid welke zal geopenbaard worden. Hoe de kudde Gods die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God en niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid en niet als heerschappij voeren over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Evenzo, gij jongeren, onderwerpt u aan de oudsten, omgord u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijne tijd. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht en alle eeuwigheid. Amen. En dan nog een paar versen uit Openbaring 22. Openbaringen 22 vanaf vers 10. Openbaringen 22 vanaf vers 10 tot eind. En zeide tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. En wie vuil is, hij wordt er nog vuiler. En wie rechtvaardig is, hij bewijst nog meer rechtvaardigheid. En wie heilig is, hij wordt er nog meer geheiligd. Zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij voor ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. En zalig zij die hun gewaden wassen, opdat ze recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en een ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om ulieden dit te betuigen. Voor de gemeente, ik ben de wortel en geslacht van David, de blinkende morgenster.
En de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort zeggen, kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, neem het water des levens om niet. Ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort. Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. En hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig, amen. Kom, Heer Jezus, en de genade van de Heer Jezus zijn met u allen. Einde van de schriftlezing. En ik hoorde net van Bouwer, die is ook geconfronteerd gisteren ook met overlijden. En dan wordt hij zomaar bepaald bij ons einde van ons aardse leven. Het is maar een zucht, broeders en zusters, dat we hier mogen rondwandelen en mogen functioneren. Maar we zijn op weg, weet één ding. Als je in de trein stapt en je hebt een vakantiedoel, dan zeg je, ik stap in die trein, want die gaan naar mijn doel toe. Zo is het ook in ons levenspad. Als het goed is, dan moeten wij een doel in ons leven hebben. En ons doel is die hemelse stad waar we ook net van gelezen hebben, waar vanuit Gods woord we zijn op weg naar het hemelse vaderland. Geliefden die ons voorgegaan zijn, die zullen wij ook weer ontmoeten. Ik moet denken aan mijn zoontje van 3 jaar. Ik moet denken aan mijn vrouw van 12,5 jaar geleden. Allemaal in de Heer overleden. En we zullen elkaar bij de Heer Jezus weer ontmoeten. Dus we hebben hier een taak, zolang wij hier nog op aarde zijn. En wij een taak om heen te zien naar boven, naar onze verlossing die weggelegd is voor Gods kinderen. En we zullen geweldig zijn, want hier is enorm veel nood. De pijn is heel groot, broeders en zusters. Er is enorm veel pijn op tolk en verdriet. En wat ik ook voorlees in een stuk ook van Petrus. Het is zo belangrijk, die tijd waarin we nu leven. Er zijn zo gigantisch veel misleidingen op dit moment die overal ook tekeer gaan en trachten om je op verkeerde spoor te zetten. Maar daarom moet je zo dicht bij Gods woord blijven, broeders en zusters. Want als je bij Gods woord blijft, dat is de waarheid. En weet één ding, er zijn twee tegenpolen. Gods woord is de waarheid. En de duivel is de leugen. En dat is nou wit en zwart. Licht en duisternis. En daar moet je altijd goed van doordrongen zijn. En Gods woord de waarheid is. Dus lees Gods woord en neem het aan. En maar laat je eigen niet door verleiden door de duivel die zal trachten om mensen in te palmen en op een verkeerd plek te zetten. En straks zo duidelijk ook, word nuchter en waakzaam. En dat moeten we zijn. Want de tegenpartij, de duivel, die gaat rond als een brullende leeuw zoeken wie hij zal verslinden. De duivel zal er nooit op uit wezen om je te helpen, om je op een hoger plan te brengen, om je uit de redding te geven. Nee, hij zit op uit om je de dood in te drijven. Als je de kans krijgt, dan word je vernietigd door hem. En daarom moet hem weer staan in de kracht van Jezus' naam. Altijd aanroepen, Jezus, u bent mijn Heer, u bent mijn Redder, u bent mijn Geneesheer. En ik geloof op uw woord, Heer, dat u op al de dagen van ons leven met ons zal zijn. Dat wil niet zeggen dat ons pijn en verdriet en tegenslag maar spaard zal blijven. Ken ik van getuigen in mijn leven, echt wel. Maar weet één ding, God geeft de kracht om het dwars erheen te gaan. Amen. En als je dat zo weer vaak, die afhankelijkheid van onze hemelse Vader, wat een kracht dat hij geeft om door te gaan. En dat hebben we zo nodig in de tijd waarin we nu leven. En daarom ben ik zo blij dat u ook allemaal gekomen bent. Dan kunnen we ook heerlijk over Gods woord spreken. Want zijn woord is levend en waarachtig en krachtig. En zal nooit ledig wederkeren. Dat is toch bijzonder vanuit Gods woord. En als we kijken wat er allemaal om ons heen gebeurt. Nou, dat is gigantisch. Maar in de Heer mogen we weten, hij is overwinnaar. Maar Jezus heeft de dood overwonnen op het kruis op Golgotha. Maar ook de Satan met zijn ganse demonische rijk heeft hij overwonnen. En daarom, maar wij moeten stand houden. Wat ik ook even simpel vertelde van het fietsje van mij.
Het is o zo mooi om te bidden, Heere, geef me de kracht. Ik blijf lekker in mijn stoel zitten, ik blijf lekker in mijn bed liggen. Heere, en nou geef, laat de kracht door me heen stromen. Nou, vergeet het maar, je zat erop op de stap om het te ontvangen. Want je moet ook doen. Want geloof zonder werken is ook dood, broeders en zusters. Dus dat betekent ook actie. Maar als je actie hebt, ik weet toch goed dat je toch verkering hebt en je bent verliefd. En vooral dan in mijn jongere jaren, dan die oude man moet nou niet meer rekenen. Maar in mijn jonge jaren, nou als ik weet hoe voelde dat je gericht was om die woensdagavond naar je meisje te gaan. Al zou de auto niet starten, dan ging je op de fietsen en deed het nog. En als je wat ouder wordt, dan zeg je, de auto doet niet hoor, ik kom niet. Zo is het meestal, hè? Maar je moet gedreven zijn, je moet een doel hebben. En als je een doel hebt, ook in relationele sfeer, als je een doel hebt, dan ga je ervoor, want dan wil je een offer brengen. En zo is het ook, ik wil graag beter worden, dat het helemaal alles goed zal functioneren. Dat ik werkelijk ook goed zal kunnen wandelen weer. En daarom wil ik ervoor peigeren. Ik wil ervoor gaan. En ik zeg altijd wel als je uitspraak weet, je broeders en zusters. Je gas op de plank en de vlam uit de pijp. Gaan. En dat is nog steeds zo. Als ik in het land rijd ook. Waar wij ook veel mogen planten, mogen zaaien. En een goede week geleden. En de laatste oogst het land mogen halen. Dat zijn witte wortels. Die hebben we ook weer verkocht. Maar heb ik om even het land mogen rijden. En dan met de trekken met die grote kiepers vol. En als je een week broeders en zusters hoekt, dan zit te genieten. Heerlijk. Dat is zo'n vreugde. Zaaien in het geloof. Ook het geestelijke. Prachtig. Maar de oogst, hè. Oogst van ziel is fantastisch. Maar ook de praktische oogst van Gods woord komen spreken van de boer en de landman. En met ploegen en alles. Heb er ook mee te maken. Dat je mag gaan oogsten. Dan ben je zo dankbaar dat de Heer ook genade geschonken heeft dat hij het laat groeien. Want wij zaaien in geloof, weet je waarom? Wij vertrouwen erop dat God ook de wasdom schenkt. En Spreuken 10 vers 22 zegt zo duidelijk, broeders en zusters. De zegen des Heeren die maakt rijk. Zwoegen voegt er niets aan toe. Betekent niet dat we lui moeten worden. Maar weet één ding, wij kunnen in ons eigen nooit zo verrijken zonder Gods zegen. Gods zegen hebben wij nodig, en dat is het allerbelangrijkste. Maar we moeten actief zijn. En hebben we ook zo prachtig, ook zo'n mooi vers staat er ook in de Efezebrief. Dat zeg ik ook even lezen. Want het gaat over de Efeze hoofdstuk 1, vers 3. Er staat ook zo duidelijk, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is toch fantastisch, want die geestelijke zegening die de Heere God ons in zijn Zoon schenkt, die gaat de waarde van alle aardse schatten ver te boven. De waarde van rijkdom en welvaart is betrekkelijk. Wie Christus niet kent, is in geestelijk opzicht bankroet. De Heere God schenkt schatten die niet vergaan en die niet gestolen kunnen worden. En schatten die de basis voor alle blijdschap zijn. Schatten die bestemd zijn voor de eeuwigheid. En dat zegt Gods woord ook. Wij moeten ons eigen richten ook in Matthäus 6 vers 3, dat is ook zo duidelijk, hè? Dat we ze eigenlijk altijd moeten richten op hierboven, op Gods gerechtigheid. En dan het hier ook, is maar tijdelijk wat we hier mogen gebruiken. Ieder is rentmeester, zoals u allemaal hier zit. Eén rentmeester hiervan of daarvan. Veel, minder veel of weinig, maakt niet uit. Maar één ding is vast en zeker, wij mogen het gebruiken en ermee omgaan. Zolang God ons de levensadem schenkt. En zolang wij de levensadem ontvangen, broeders en zusters, dan mogen we ook weten dat we mogen functioneren. En dat het aan zijn ook genade is dat we hier nog in het land de levende mogen vertoeven. Dat we vanmorgen ook de levensadem weer ontvangen hebben. Het is toch een wonder. Maar de duivel die zal trachten u te ontmoedigen. Maar als je kijkt naar het wereldnieuws. Nou ja, dat is gewoon gigantisch wat je dan allemaal ziet.
dan kun je gerust bidden, Heer, geef me wijsheid dat ik onderscheidingsvermogen van u ontvang door de Heilige Geest om precies te distilleren wat is waarheid en wat is misleiding, wat is leugen en bedrog. Zit er vol van het ogenblik. En de duivel is erop uit om dat alles heen en weer te gooien en uit zijn verband. Maar weet wel, onze hemelse Vader, die is almachtig, dat is bovennatuurlijk. Kunnen wij met ons verstand nooit begrijpen. Maar dat is bovennatuurlijk. Maar die heeft alles onder controle. En die heeft een plan. God heeft een plan. Met zijn volk, met Israël, met de hele wereld gebeuren. Met politieke leiders die gekozen worden. Simpson was ook niet het brave boontje. Maar toch door Simpson heen werd er een hoop goed gedaan in Israël. Dat is toch een richter. Dus we moeten niet te gauw oordelen over bepaalde zaken en personen. Maar laat het aan God over het oordeel. Maar wij moeten bidden. Bidden voor onze persoonlijke bescherming. Met de engelwacht om ons heen. Maar ook voor onze geliefden om ons heen. Dat die ook de zegen en ervaren van de Heer. Ook de bescherming. Daarom is zo belangrijk. De ouderen onder ons. Die moeten altijd enorm op de bres staan voor de kinderen en kleinkinderen. Dat is ook zo bijzonder in Gods koninkrijk. Hè? Is er helemaal geen AOW-grens, weet je dat? Ik kan het nergens ontdekken. Dat is gewoon dat er vanuit de regering is dat de AOW-grens getrokken. Maar God die zegt, zolang ik je de kracht geef, zul je mij behagen en zul je mij dienen. Dus met andere woorden, we zijn nooit werkloos in Gods koninkrijk. Maar ik gun iedereen die nog jong is, werk om in zijn dagelijks onderhoud te mogen voorzien. Allicht, want het is ook heerlijk als je het ook mag doen. Want het scheppingsverhaal is ook heel duidelijk, broeders en zusters. Het scheppingsverhaal, toen de vloek ook over de kwam, dat even ook van de appel gegeten had, dan zegt God op een gegeven moment, de man die zal met zweet des aanschijns zijn brood verdienen. En de vrouw zal met smart haar kinderen baren. Het is gewoon realiteit. Dus laat mij nooit te gauw gaan mokken, o heren. Het zit me niet mee hoor, en die broeder of zuster is niet zo lief voor me. En dat zit me niet mee. Niet argumenteren. We moeten altijd onze blik omhoog houden. Toen Petrus, weet je wel, over het water liep, he? Het was een visserman die wist heel goed hoe het water was. En dat je natuurlijk goed erin kon verdrinken. Daar was die visser voor. Jezus liep over het water, die kwam hun niet toe. En hij vroeg in zijn overmoed, Heer, zeg dat ik naar u toe kom. En hij gelijk, meneer Jezus, kom. En dan ging Petrus er vol vuur over de boot. Hij zou het eens even gaan maken over het water. Maar toen was hij een paar stappen verder, broeders en zusters. Toen ging hij denken, verrekt, maar dat kent u niet. Want normaal zeg ik altijd, in het water. En toen hij daar ging kijken naar zijn omstandigheden. Nou, dat kan niet, denk ik. En dan ging letterlijk naar beneden ook. Hij ging zakken. En toen hij help riep en zijn blik weer gericht was op de Heer Jezus. En toen liep hij weer over het water heen. Nou, zo is het ook met ons leven. Wij moeten niet te gauw altijd maar help roepen. Oh Heer, nou heb ik het hier moeilijk mee, nou daar moeilijk. Allicht er zijn perioden dat zich preken groot is overal een tijd van. Een tijd om te rouwen, een tijd om te weeklagen, een tijd om verdriet te hebben. Maar ook een tijd om blij te wezen. Er zijn overal periodes van. Daar is Gods woord zo wijs in die prediker uit het leest. Maar daarom moeten wij volharden in de tijd waarin we nu leven, broeders en zusters. Want dat staat ook zo prachtig ook in die Jacobusbrief. Jacobus hoofdstuk 5, vers 11. Staat ook zo mooi in. Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord. En gij hebt het einde des Heren gezien. Dat de Heren zeer barmhartig is. En een ontfermer. Want we kunnen alleen tot zegen zijn. Als ons leven een getuigenis is van de trouw van de Heere God. Hij leidt ons door moeilijke tijden heen. Niet alleen om ons op de proef te stellen. Of om ons karakter te vormen. Maar ook om voor anderen een bron van troost en bemoediging te zijn. Door te volharden laten we zien dat het beste is om vast te houden aan zijn belofte. In plaats van ze los te laten. Wij zien het dat het verstandig is hem de beslissing te laten nemen.
dan de eigen gekozen wegen te gaan. We laten zien dat het verkieselijker is de afloop van de dingen aan hem over te laten, dan alles in eigen hand te willen houden. En dat is vandaag de dag. Veel mensen die willen hun eigen leven uitstippelen van A naar B en verder, terwijl ze niet weten of ze de andere dag nog zullen leven. Dus we moeten zo afhankelijk zijn, in nederigheid verbonden. Maar van de andere kant mag we ook enorm blij en dankbaar zijn. Maar God zegt ook, je bent erfgenamen van een rijk in de hemelen. Als je mij eert en Jezus aangenomen hebt, de Zoon, als de weg, de waarheid tot het eeuwige leven. Dan heb je ook een toekomst op weg naar hem toe. Dus verwonder jij je ook niet. Als je het moeilijk hebt, toen ik ook voor die operatietafel geparkeerd werd, vond ik heel beroerder parkeren als dat ik hem nou hier voor het gebouw gezet heb. Mag je best weten. Want dan was ik het bokkie. Ik lag op dat bed en ik werd voor die naast je tafel geparkeerd. Nou, dat vond ik niet zo gezellig. Maar ik was in de rust van de Heer. Dat vond ik het wonder. Ik was zo rustig. En zei op een gegeven moment gewoon tegen mij. Nou, nu moet u uw mond houden. U gaat nou slapen. Want ik was gelijk weg ook. Klaar. Maar kijk, hun je aan de macht om met de middelen die ze toedienen, praat je niet meer. Ik ben gewoon weg. En ik ben later gewoon lekker wakker geworden. En het was gebeurd, het was achter de rug. Dus ik was heel dankbaar dat de Heer op mij die rust en die vrede gaf. Om dat allemaal ook te moeten, te mogen ondergaan. En ook met eindresultaat. En daarom ben ik zo enthousiast dat ik nou zo bij u hier voor mag staan. Waar ik een paar maanden geleden niet kon. Zo'n handjes langs me laten. Nee, dan ging je gelijk tegen vlak. Dan had ik een steunje nodig. Had ik die gekke wandelstok had ik nodig. Nee, nou sta ik er helemaal zo. En dan loop ik wel niet helemaal snel, maar geeft niks. Met de Heer ben je altijd meer dan overwinnaar. En over waar je komt, mag je de blijdschap van de Heer, wat hij geeft in je hart, dat mag ook uitstralen door je ogen, broeders, dat is toch fantastisch? Daar kan je mensen mee jaloers maken. En we zien ook in het wereldgebeuren, ook in Jeruzalem, Gods oogappel, Gods volk, met de tempelbouw, dat nog al zo ver in voorbereiding is. De nieuwe tempel die gebouwd kan worden. Dat alle voorbereidingen zijn aan het eind getroffen. En we zien gewoon dat het op een gegeven moment het zal gaan gebeuren. Maar het is een wonderlijke tijd waarin we nu leven. Maar we moeten ook zo kijken ook. Achter de scherm is alles zelfs gereed. Ook zelfs de rode koeien die ze moeten hebben als offerdieren zijn allemaal gefokt, al alles klaar, de tempels, de kleurstoffen van de priesterklederen is allemaal enkele jaren terug, allemaal ontdekt al. Het gaat allemaal gebeuren. Daarom ben ik zo enthousiast, broeders en zusters, want we leven in zo'n aparte tijd op het ogenblik dan de verwikkelingen gaan pijlsnel. Maar het heeft ook te maken met de communicatietechnieken waar we overal mee te maken hebben. Eén ding vind ik wel jammer, onder de jongeren vandaag een dag, die praten niet veel meer, die zitten nog met die rotte appjes maar en die zitten maar een beetje met de vingertjes en ze praten niet meer. Dat vind ik wel eens jammer, want je moet communiceren, dat betekent je eigen laten horen. Maar die tijd leven we in, maar door die snelle communicatie en door alles wat zo heel snel ontwikkelt, gaan de ontwikkelingen ook in de wereld gebeuren, heel snel. En daarom veel mensen vandaag een dag, die kunnen het gewoon niet meer bevatten wat er allemaal gebeurt. De veranderingen gaan zo snel. En ik vind het ook wel jammer, ook in het bedrijfsleven wordt het ook onpersoonlijker. Dan worden mensen ook meer gedegradeerd tot een nummer in de computer. Of je nog rendabel bent en of het bedrijf nog wat aan je hebt. Gelukkig niet overal, maar het gebeurt wel meer om ons heen al. Maar dat heeft allemaal te maken met de eindtijd waarin we nu leven, broeders en zusters. Maar daar hebben we allemaal ook mee te maken op dit moment. Maar als ik ook kijk, maar de duivel die weet ook maar alles te goed wat er nu gebeurt om ons heen. Dat is ook verschrikken wat er allemaal voor problemen die er ook zijn om ons heen. Maar als ik ook kijk wat er allemaal voor nieuwe bronnen zijn met de communicatie. Nou, maar de Bijbel, dat is het enige wat echt ook betrouwbaar is, broeders en zusters. Maar daarom moeten wij zo dicht bij Gods woord blijven.
En Gods woord is zo duidelijk. Als je ook kijkt in Lucas 18, vers 28 tot 30. En Petrus die zegt ook in Lucas 18, vers 28 tot 30. Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En hij zei het heen: voorwaar, ik zeg u dat er niemand is die verlaten heeft huis of ouders of broeders of vrouw of kinderen om het koninkrijk Gods, die niet veelvuldig zal wederontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw, het eeuwige leven. Het is onze erfenis die ligt te wachten op ons, maar we moeten volharden. We moeten trouw blijven om hem te blijven dienen. En in Matthäus evangelie ook heel duidelijk ook lezen, dat de Heer Jezus ook stelt op het eind, als hij vlak ook met zijn wederkomst, hij zegt, zal ik dan geloof vinden op deze aarde? Zo ernstige tijd leven we nu in, met alle verwikkelingen. Vele broeders zijn er ook die ontmoedigd raken door omstandigheden, met mensen onderheen of omstandigheden onderheen. Maar hou één ding vast, als wij gaan beseffen wat de Heer Jezus voor ons gegeven heeft, zijn leven, alle pijn en vernedering, alles ondergaan heeft. Maar daardoor is de weg open tot God de Vader. En mogen we weten dat Gods kinderen, ieder die Jezus ook aangenomen hebben, ook eens veilig thuis zal mogen komen. Dat is toch fantastisch, dat we een thuis hebben. Dat is ook verschrikkelijk, ook voor mensen, als je, ook voor kinderen ook tegenwoordig met een hoop problemen. Dat in huwelijken en in de relaties, dat die geen echt thuis meer hebben. Dat die maar van ene huis naar het andere huis eigenlijk weggestuurd worden. Die niet een echte moeder thuis hebben, die op haar wacht. Er is zoveel veranderd, maar dat ga ik allemaal niet uitspitten. Ik wil alleen ook zeggen van, vestig je hoop op hem. En als je hoop op hem vestigt, die zal nooit beschaamd uitkomen. Maar net zoals ik maar op een voorbeeldje, wat eigenlijk maar ja, een heel zwak voorbeeld is met die fiets. Dan wil ik maar zeggen, dan moet ik mee actie ondernemen. Ik moet mijn jas aantrekken. En mijn kleding moet ik aantrekken en ik moet buiten naar weer en wind gaan en ik moet gaan trappen. Ik moet wat doen. En zo is het ook met ons. Wij moeten altijd binnen en blijven volharden. Maar altijd, want we zeggen Gods woord ook zo duidelijk, het gebed van de rechtvaardige vermag veel doordat er kracht vanuit gaat. Dat is toch geweldig? Dus onderschat het nooit wie wij mogen dienen. Onze hemelse Vader, want hij wil ons het goede schenken. Maar wij moeten alleen trouw blijven en volharden door alles heen. Ik moet ook denken ook aan die man die ook een aantal weken geleden overleden is in Canada. Leonard Cohen, een Jood van geboorte, echt een zanger. Maar die zong voor zijn overlijden, een paar maanden ervoor dat hij ging overlijden. Zo'n bijzonder bewogen lied, die Joodse zanger. Hij zei, hier ben ik. Ik ben bereid, Heer. Hij was bereid te komen, Heer. Ik heb hem thuis gehaald. Hij is bij de Heer nu. Maar ik wil maar zeggen, zo is het ook met ieder van ons. Of we nou wat ouder zijn, of we zijn nog heel jong. Maar we moeten altijd bereid zijn en we moeten weten. Bereid om de Heer te ontmoeten. En als we daarnaar uitzien, dan mogen we weten en zullen we ook de kracht ontvangen om hem te mogen begroeten. En we moeten volhouden, zoals ik ook wel eens zeg, ook met bidden voor de oogst heen, dat de oogst gezegend wordt. Die kan alleen maar gezegend worden als ik eerst bereid ben uit mijn bed te stappen, op de trekker te stappen en tarwe te gaan zaaien. Heb ik geen tarwe gezaaid in de grond, kan ik bidden tot een onzweegd Heer en zegen het gewas. Maar er komt echt niks op, mijn broeders en zusters. Dus je moet eerst zaaien. En dat is de wet van zaaien en oogsten. Die ook onder christenen zo bekend is. Maar dat vind ik zo mooi. De Heer Jezus die spreekt zoveel in gelijkenissen. Juist over agrariërs. Omdat ik er zelf in mag zijn. Ja, daar spreekt het mij enorm aan, broeders en zusters. Dan word ik zo enthousiast. En als je dan ook weer de oogst binnen mag halen. Dan word je nog enthousiaster. Dan word je nog dankbaarder. En dat mag je aan op ten deel vallen. Want ze moeten wij ook een zegening zijn, een eeuwigheid. Psalm
20, vers 7 is ook zo duidelijk. Want gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. En gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. Het is een wonder als we mogen leven met de eeuwige heerlijkheid in het vooruitzicht. We hebben een doel voor ogen. We weten dat het beste nog moet komen. En dat geeft het leven richting. En zo kunnen wij in die hoop wandelen. En zo heeft ons bestaan, zo ook hier bij elkaar zijn, het heeft betekenis, broeders en zusters. En de stem van de Vader zorgt ervoor dat we voort blijven gaan op weg naar hem toe. En door zijn tegenwoordigheid groeit het verlangen naar de komst van zijn koninkrijk. En hij zal komen op de wolken des hemels. En eens zal ook met de wederkomst ook zijn voeten staan op de Olijfberg in Jeruzalem. Het zal gaan gebeuren. En we zien nu de voortekenen om ons heen wat er allemaal in voorbereiding is. Ik vind het zo'n geweldige, boeiend, fantastische tijd. Ondanks alle spanningen, daar in dat maal mogen zien. Want de krant die bevestigt gewoon wat Gods woord al lang ons voorzegd heeft. Maar Gods woord is zo duidelijk dat het ook jongens ook aangeeft. En daarom moeten wij ook vanuit de Bijbel, ook zo'n mooi vers, broeders en zusters, Filippenzen 3, vers 14. Vergeet het geen achter je ligt, je uitstrekt het geen voor je ligt. Jaag ik naar de prijs der roeping Gods die van boven is. En er staat niet in, dan kuier ik naartoe. Nee, jagen, gaan, gas de plank, vlammen erbij. Gewoon gaan om hem te dienen, hem groot te maken. En zo moeten wij zo enthousiast worden. Al zien wij het met onze verstandelijke ogen nog niet, wat er allemaal in wording is. Maar God is alles aan het klaarmaken voor ons. Maar wij dus slechts een poosje vol te houden. Ik noem het wel eens een poosje peigeren. Maar weet één ding, als je de kracht ontvangt, we hadden pas ook meer met de Witlof overladen op het erf, met de keepers helemaal uit land. En we hadden een hele zware stortbak met dubbele rollen zit. En die kost enorm veel piekstroom, want die draait vooruit en dan weer achteruit, die rollen zit. En die kost enorm veel stroom. En dan springen de stoppen ons een beetje te veel keren naar mijn zin eruit. Toen we dit zeg Wim, we pakken de generator, we hebben ook een zware Duitse generator staan, zo'n viercilinder, echt niet zo lekker klappert, weet je wel, prachtig. En die hebben er buiten bij gezet, en dat is zo mooi. Dan gaan die wortels eroverheen, en die worden gereinigd en gesorteerd, en die rollen, draaien ze op, en dan draaien ze weer zo terug. En dan, boom, zit die weer, boom, weer een snok. Weet je waarom? Dan moet die werken, en dan gromt ineens. Maar dan pakt hij gelijk meer brandstof, hij pakt gelijk meer gasolie, want hij moet er eens een kracht leveren, een krachtstoot leveren. Zo is het ook in ons leven. Wij worden ineens beproefd met omstandigheden en zeggen, nou heren, nou krijg ik het toch wel een beetje erg taai voor mijn kies hoor. Maar dan moet je juist de kracht van God vanuit de Heilige Geest ontvangen en dan boom, en dan gaan halleluja, prijs de Heer, Heer ik ben weer boven. En zo werkt het. En daarom moet je volhouden. Wat wens ik u van allemaal toe? Dan ga ik eindigen met de woordverkondiging. Blijf dicht bij Gods woord. Vertrouw op zijn woord. Geloof het woord. Neem het ook aan. En haal het ernaar. En hij zal u zegenen, ook in Jezus' naam. En als er iemand is die een gebed nodig heeft voor gezondheid, mag alles voor Gods troon brengen. En ik wens jullie heel Gods zegen toe in jullie verdere levenspad. Op weg naar het eeuwige Vaderhuis. Amen.